Welkom bij het Eva Weekjournaal. Met vandaag. Downy's Coffee & Tea. Stekjes ruilen bij Mixstore Vintage & Friends. Wandelen in de Leusdense natuur. Grafiek manifestatie expositie. Verhalen in het bos viert 5-jarig bestaan. Bij Downy's krijgen geestelijk gehandicapten een kans in de arbeidsmarkt. Jullie zijn nu, we zijn nu bij ons restaurant Downy's. En dat bestaat nu 10 jaar en hier werken mensen met een verstandelijke beperking. Nou, 29 jaar geleden werd onze zoon geboren, en Arjan, en die bleek het syndroom van Down te hebben. En ik heb daar moeite mee gehad. En omdat ik ook een verkeerd beeld had van het Down-syndroom. En dat is, in de loop der jaren is dat beeld natuurlijk veranderd, want toen heb ik eigenlijk ontdekt, want ik heb meer van Arjan geleerd dan hij van mij. Ik heb ontdekt dat mensen met Down-syndroom juist onmisbaar zijn in deze harde wereld. En dat het mensen zijn, gewone mensen zijn, die zich wat langzamer ontwikkelen natuurlijk, dat wel. Maar gewoon zijn en ook gewoon lachen en huilen en spelen en chagrijnig zijn en blij zijn en vrolijk zijn en boos zijn. En waar je gewoon heel goed contact mee kan hebben en die leerbaar zijn en nou ja, noem maar op. Omdat er natuurlijk nog steeds heel veel kinderen met Down-syndroom niet geboren mogen worden, vind ik een gemiste kans. Ik bedoel, die kinderen zijn onmisbaar bij ons hier op deze aarde. En dat wil ik uitdragen. En dan denk ik, kom binnen bij ons en ga eens kijken. En dan zie je gewoon dat het gewoon hele liefdevolle, of niet liefdevolle, mensen zijn. Gewone mensen zijn, die net iets anders zijn. Dat ik leuk contact heb met iedereen, met de gasten en met mijn collega's. En ook veel kletsen met elkaar, dat vind ik ook wel gezellig en zo. Ik vind het wel. Ik vind het heel lekker. Ik vind het al lang, 8 jaren lang. Hij vindt het hier erg leuk en hij loopt hier al jaren. Moment, dit is mint, is wel leuk, is door, vind ik wel aardig is, dit is duur, dit is een plagkop altijd. Hij zit nu op zijn praatstoel, hij heeft het nu over Arthur, dat is een van onze medewerkers zonder beperking en dat is dus... Nou ja, hij heeft wel een beperking. Maar, dat hebben we allemaal. Maar dat is een plaagkom. Maar wat vind je het lekkerst om klaar te maken? Wat is lekker? Pinnen. Over uitsmijters. Uitsmijters. Plantenasiel Seeds and Cuttings en Plantje Plantje organiseren ruilmarkt voor stekjes. Op dit moment zijn we in Amersfoort bij Vintage French en hier heeft Irene Plantje Plantje en daar werk ik op dit moment mee samen. Irene heeft mij voor een tijdje geleden benaderd om samen te werken voor een stekjesruilmarkt en nou, die organiseren we hier 1 februari. Het verhaal achter de stekjesmarkt is eigenlijk, mijn vrouw die heeft een winkel hier, Plantje Plantje. En die vond het leuk om samen met het plantjesasiel uit Leusden om een markt te organiseren. Waar je stekjes kan ruilen. Nou, ik heb vanuit het plantasiel in mei vorig jaar een stekjesruilmarkt gedaan. En dit heb ik op de pagina gezet, die te vinden is op Facebook. En Irene heeft mij zo gevonden en die dacht van nou, dat is ook wel leuk om hier een stekjesruilmarkt te doen. Het maakt het bijzonder omdat het nog niet in Amersfoort
is geweest volgens mij in een ruilbeurs. En heel veel mensen zijn nu bezig met plantjes. Je ziet ook heel veel op Instagram dat mensen met planten en groene vingers en ik weet niet, urban jungle. En we dachten, nou ja, dat is hier wel leuk in de winkel. Omdat het ook een beetje bij ons stijl. We hebben ook vintage bloempotjes. Daar wat plantjes in te doen, nou, dat is gewoon leuk. Past er goed bij. Nou, op het moment is het helemaal in om natuurlijk planten te hebben. Veel mensen hebben ook veel planten. En veel mensen zijn ook bezig om met zelf stekken. En dat maakt het denk ik zo bijzonder. En het is natuurlijk ook een duurzame manier om aan meer planten te komen. De eerste stekjesroommarkt is ontstaan doordat ik zelf heel veel over stekjesmarkten zag op internet. Dus toen dacht ik, nou, als plantenasiel zijnde kan ik dat ook organiseren. En Irene heeft me natuurlijk gewoon gevonden via Facebook. En die dacht, dat is leuk om het samen te doen met haar plantje winkeltje. Dus zodoende. De ruilmarkt is zaterdag 1 februari van 10 tot 1 op de Textielweg 10 in Amersfoort. We zijn te vinden op Insta. En op Facebook, dus nou ja, mocht je lid worden van Plantasiel, kun je daar ook gewoon liken en kijken wat het precies allemaal inhoudt. En kom allemaal gezellig naar de stekjesruilmarkt. Het is niet alleen voor stekjes, maar ook gewoon, het is ook gewoon hele leuke spullen hebben hier te koop. Dus voor iedereen wat wils. Tweemaal per maand kunt u wandelen en lunchen in Leusden. Ik ben Jetty Bruinzeel, ik woon in Leusden. En heb sinds 13 jaar een wandelgroep hier in Leusden. En dat doe ik als vrijwilliger. En zo hebben we hele leuke contacten en vriendschap opgebouwd. We zijn hier op een beginstukje van de Treek. Het is hier altijd prachtig. Het is een heel mooi gevarieerd landschap. En het heeft ontzettend veel verschillende paden. En smalle paadjes, grote paden waar we gewoon heerlijk kunnen wandelen. We zijn hier nu om te gaan wandelen. We hebben meestal een wandeling van 5, 6 kilometer. En het is hier gewoon prachtig in de Treek. Want we hebben zo'n mooi landschap hier. Wisselend met vlaktes en met bossen. We zijn eigenlijk begonnen met de wandelingen van in het vrijwilligerswerk. We wilden er zelf een bijdrage aan doen. En toen zijn we begonnen met wandelingen te organiseren. Eigenlijk eerst de bedoeling voor een paar keer, voor de lol. En toen waren de mensen zo enthousiast dat ze zeiden van ja, we willen we eigenlijk veel vaker doen. Dus dat doen we nu al 13 jaar. Prachtige wandeling, lekker door het bos, zonnetje erbij, langs die vennetjes. Prachtig, mooi gebied hier. Het is zo leuk om met een groep op sjouw te zijn. We hebben plezier. Er zijn mensen die kunnen het privéleven meedelen of als je het eens een keer verdriet hebt of wat dan ook. Alles deelt en versteunen elkaar door dik en dun. Ja, ik zou mensen zeker aanraden. Het is een ontzettend leuke groep. We sluiten dat altijd af of we beginnen met koffie. En dan gaan we wandelen. En na het wandelen zitten we op het Maximaplein. Dan gaan we lunchen. Dus een hele leuke bezigheid. Ik wandel heel graag. En vroeger was het alleen een Nordic Walker groep. Dus met de stokken. En omdat heel veel mensen dus afhaakten met stokken, is er dus ook een mensen bijgekomen die alleen wandelen. Ik wilde eigenlijk wel iets gaan doen. Binnenzitten vind ik ook niet alles. En omdat we zelf zijn begonnen met Nordic Walking lessen te nemen, heb ik heel veel mensen leren kennen die graag naar buiten wilden. Dus van daaruit hebben we gezegd, kom op, dan gaan we dat in groepsverband doen. Want het is veel makkelijker dan wanneer je alleen de natuur in moet. Dus zo is het ontstaan en het is zo gezellig. We wandelen de eerste en de derde donderdag van de maand. Dat is zo ontstaan omdat bepaalde donderdagen bezet waren in het buurthuis waar we toen werkten. Dus ze hebben het gehouden op de eerste en de derde donderdag. Iedereen kan zich aanmelden als je maar goed kan lopen en een beetje tegen ongelijk terrein kan. En kijk op de site van VVV, Leusden. Daar zijn we op te vinden en daar staat ook de informatie op om je eigen aan te willen melden. Dus voor de mensen die graag willen wandelen. En niet bang zijn van een keertje en paar druppels regen. Meld je aan, kom bij ons en dan gaan we met z'n allen gaan we op pad. Gevarieerd werk in kleine oplagen van 42 ploegleden en 10 gastgrafici. We zijn nu in Galerie De Ploeg, naast Theater De Flint en bij de grafiekmanifestatie en multiples. Nou, we hebben net gisteren grootste opening gehad van de grafiekmanifestatie en multiples. En dat is eigenlijk de grootste tentoonstelling hier in de galerie van het hele jaar. Daar doen toch ergens tussen de 40 en 50 mensen leden aan mee.
en soms ook gasten. Ik vind deze expositie zo bijzonder, omdat het een prachtige dwarsdoorsnede geeft van allerlei grafische technieken, maar ook wat je verder nog met druktechnieken kan doen, want tegenwoordig wordt het steeds vaker ook digitaal, maar je ziet de keramisten ook met dingen, met druktechnieken aan de gang. En dat er multiples ook gemaakt worden. En ook die maken gebruik vaak van digitale middelen. Je ziet het bij de fotografen ook terug. En ja, allerlei mensen. Ja, het is vooral smaken verschillen. Als je deze expositie is voor mij bijzonder. Maar ik denk, wat ik gisteren ook hoorde bij de opening, eigenlijk voor iedereen. Er is voor elk wat wils. Er zijn mensen die meer op het degelijke, technische werk vallen. Er zijn mensen die het wat abstracter willen. Er zijn er die op heel kleurrijk vallen. Nou, de een kan een groot ding kwijt en de ander maar zo'n piepklein dingetje. Het bijzondere van deze expositie is dat ongelooflijk veel leden, kunstenaars van de ploeg hier meedoen met een ongelooflijke diversiteit aan grafische technieken. Variërend van hoogdruk tot diepdruk tot vlakdruk. Het hele scala komt voorbij. Dat maakt het ontzettend interessant. Iedere kunstenaar maakt speciaal werk voor deze tentoonstelling en ik heb deze twee gemaakt. Het verhaal achter het werk is dat deze vormen die je ziet en ook de kleuren gerelateerd zijn en afkomstig zijn uit elementen uit de natuur. Het zijn dus natuurlijke elementen. Het werk heet ook visvogel. Dus het is een beetje een speelse compilatie van elementen, van vormen die je in de natuur kunt terugvinden. Deze expositie is zo bijzonder voor mij dat ik mijn werk in grafiek een van mijn hoofditems is. En ja, ik kan daar mijn driedimensionale vorm ook in kwijt. Ik heb hier twee vormen. In mijn grafiek op deze expositie. En dat is één voor aan de wand. En ik maak boekenhuisjes. Dus ik bouw met hout boekenhuisjes waar ik mijn grafieken in kwijt kan. De expositie is nog te bezoeken tot en met 8 maart. Dit is de langste expo die we hebben. En we zijn op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open. Donderdag en vrijdag van 11 tot 5 en zaterdag en zondag van 1 tot 5. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon zelf kijken. Het is echt heel leuk, vind ik. Verhalen en muziek komen samen bij Lustrum editie van Winterverhalen in het Bos. We zijn nu in het Koetshuis Randenbroek. En dat is ook bij veel mensen wel bekend als het poppentheater van Tourmalijn van Camilla Koevoets. Maar ik organiseer hier als verteller al 5 jaar Verhalen in het Bos, een voorstelling, ongeveer 1 keer per maand. Het is een jaar of 5 geleden ontmoet ik Camilla Koevoets. Zij is dus de poppenspeler van wie dit theater is. En ik ken haar vooral van de vertelkring Eva, de eerste vertelkring Amersfoort. En zij vroeg mij een keer van, goh, zou je niet ook iets willen organiseren in mijn zaal? Want hij staat vaak vrij en ik vind het vertellen leuk. Daar wil ik graag iets mee doen. Dus toen ben ik gaan nadenken, want ik heb een vrij groot netwerk onder andere vertellers. Zowel in opleiding als mensen als hobby als professioneel vertellers. Dus ik denk, nou, dat gaat wel lukken om daar regelmatig iets te organiseren. De verhalen die we vertellen, dat is heel wisselend, want dat ligt eraan welke verteller er aan het woord is. Maar in grote lijnen zijn het meestal bestaande verhalen, veel sprookjes, legenden en dat soort dingen. Wat vertellen zo bijzonder maakt, is vooral ook het contact met het publiek. Je hebt als verteller wel een verhaal voorbereid, dat je uit je hoofd vertelt, maar je vertelt het niet letterlijk. Tenminste, de meeste mensen zijn niet tekstvast. En daardoor is er heel veel ruimte om met het publiek te reageren, dingen in te bouwen als er iets gebeurt, als ze iets roepen. Of als je ziet bijvoorbeeld, met name bij kinderen is dat belangrijk, dat ze het niet begrijpen, dat je een stukje uitleg erin bouwt. En wat we bijvoorbeeld ook doen hier in de verhalen in de bosmiddagen, dat ik altijd een improvisatieverhaal erin doe voor de pauze. Nou, verhalen vertellen is geschikt voor alle leeftijden. Bij Verhalen in het Bos richten we ons vooral op een gemixte groep van volwassenen en kinderen. Dus ze zeggen altijd van 7 tot 107. Nou, die hebben we ook al ongeveer allemaal hier gehad, die leeftijden. De volgende voorstelling is zondag 19 januari. Dat is eigenlijk onze jubileumvoorstelling, want we zijn precies 5 jaar geleden in januari 2015 begonnen. En op 16 februari, ook een zondagmiddag, is onze volgende voorstelling.
Dat zijn de metamorfose van Ovidius. Dat is een voorstelling die zich alleen op volwassenen richt. Dat begint om 2:30 tot 5:00 's middags. Met genoeg pauzes ertussen. Het vliegt voorbij, kan ik je verzekeren. Dat was het EVW-journaal voor deze week. Fijne dag en tot ziens!